de eerste fase van de rehabilitatie van de Martin Luther Kingweg, meer bekend als de highway, is afgerond. Dat is de strekking tussen Paranam en Meursweg. De tweede fase van deze asfalteringswerkzaamheden is in volle gang. Hierin is de strekking tussen de Meursweg en de Water-Jacintstraat opgenomen. Deze werkzaamheden zijn op donderdag 13 december 2018 van start gegaan. Dit project, dat in de maand juni 2018 is gestart, is onderdeel van het Dalian 4-project, dat in opdracht van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC, wordt uitgevoerd. Als de rehabilitatie zoals gepland verloopt, dient de tweede fase afhankelijk van de weeromstandigheden eind van deze maand reeds van een eerste laag te zijn voorzien. Vanwege de verkeersbelasting heeft het ministerie gekozen voor een constructieopbouw, zodat de weg een lange levensduur zal hebben, zegt Maya Rampiare, projectdrager van de afdeling Wegen Sectie Planning, Voorbereiding en Begeleiding van OWTNC. De weg zal voorzien worden van 3 lagen asfalt en wordt 8,2 meter breed met 2 rijstroken van 3,10 meter. Om de veiligheid te waarborgen zal er ook een tussenberm van 0,8 meter worden aangelegd, legt Rampiare uit. Het rijwielpad aan de oostelijke zijde wordt 3,5 meter voor verkeer die beide richtingen opgaat. Tevens worden op verschillende locaties duikers onder de weg vervangen. De uitvoering van het totaal Dalian 4-project duurt 3 jaar en de aanvangsdatum was 13 november 2017.